is het tof dat jullie kijken naar een goede nieuwe video op mijn kanaal Gamesview. En in deze video, zoals je ook aan de titel kon zien, gaan we de Astro A40 unboxen. Dus let's fucking go. Voordat we de Astro gaan unboxen, ik nam eerst altijd op gewoon met deze microfoon die jullie ook hier zien, waar ik ook voor nu nog mee doorga. Waarschijnlijk over een tijdje komt er ook een nieuwe. En als jullie altijd al in livestreams hebben gezien, had ik altijd deze Triton headset. Die had ik altijd op. Het is een super fijne headset, ook qua geluid. Alleen ja, het zit zeg maar zo, als je met een Elgato opneemt, vraagt natuurlijk de Elgato het gamegeluid van je PlayStation 4. Anders heb je gewoon geen gamegeluid in de video. En wat er nou gebeurt als je deze headset in je PlayStation doet, is het gamegeluid gaat van de PlayStation gewoon naar je headset toe. Niets heel erg speciaals aan of zo. Maar je hebt dan in de video geen geluid. Dus in elke video, elke livestream, wanneer ik op de PlayStation 4 video's ging opnemen of ging livestreamen, heb ik geen gamegeluid gehad. En daarom heb ik deze aangeschaft. Het is natuurlijk niet een goedkope headset, dus het is zeker ook van goede kwaliteit. En zoals je hier ziet, zie je ook een Mix M Pro erbij. En dat is het dingetje waar je natuurlijk, dan kan je gewoon je headset ophouden terwijl je aan het opnemen of livestream bent. En je hebt gewoon gamegeluid in de video. En je hoort zelf ook gamegeluid. En dat vind ik super tof, want dan kan ik eindelijk opnemen terwijl ik ook gamegeluid heb. Dus we gaan het ding eens even mooi openmaken, mijn jongens. Oké, ik heb mijn schaar gepakt. Hier zitten van die plastic dingetjes aan, dus daar gaan we hem even openen. Ik spaar dozen. Jullie kunnen niet zien, maar op mijn kast staan allemaal dozen. Dus ik ga hem wel even mooi houden. Oh, dat ging wel heel simpel. Hij is open, mijn jongens. Oké, even zien. Hoe maak je dit open? Oh, holy shit. Het is heel oranje. Kijk dit. Vel oranje. Wauw. Oké, gewoon eruit trekken, denk ik. Oh, hier zit zo'n duwding. Oh, kut. Aan de andere kant moet ik hem ook even dat plakbandje eraf halen. Hot, die is open. Nou, deze kant. Iemand, die doos zit wel strak op die rand, ouwe. Zo, voilà, die is ook open. Oké, nu moet ik hem eruit trekken, denk ik. Ja, holy shit. Oké, ik leg hem even op mijn bureau. Holy shit, ouwe. Dit is natuurlijk de hoes eromheen, die zullen we even hier neerzetten. En kijk deze doos, er zit ook echt zo'n vette print op. Jullie zien het zo bij het licht, het ziet er wel echt ziek uit. En hier zit zo'n lipje in het midden, dus daar gaan we een open mee maken. Oké, ik ben benieuwd, aan welke kant? Oh, gaat aan de onderkant open, oké. Holy shit. Check dit, jongens. Hier zie je natuurlijk de Astro al in zitten. Holy fucking shit. Oké, jongens, ik heb de camera even verplaatst, want anders konden jullie het niet helemaal goed zien en de doos is iets te groot om een schoot te doen. Dus hier konden jullie denk ik waarschijnlijk wat beter zien. En we gaan er, holy shit, ik vind het echt vet. Oké, we gaan eerst natuurlijk de headset eruit halen. Holy shit, ouwe. Hij voelt wel echt fijn, hoor. Oh, je kan hem ook helemaal verstellen. Moet je zien. Dit gaat gewoon heel soepel natuurlijk. Je kan hem gewoon duwen en trekken. Het ziet er natuurlijk, dit ziet er echt sick uit, ouwe. Moeten we nog even kijken hoe groot en zo die moet. Even zien, zoiets. Het zit helemaal met veertjes hier. En hij ruikt ook helemaal nieuw. Oh shit. Okay, we gaan hem opdoen. Holy fuck. Hey, hij zit fucking lekker, ouwe. Dit is natuurlijk stoffen kappen. Dus het zit echt fucking zacht. Holy shit. Dit zit echt. Oh ja. Er zit nog allemaal papier hier, hoor. Voilà. De Astro natuurlijk. Zie je op die kapjes. Die kan je ook afhalen trouwens. De andere kant ook, wat? Maar holy shit, jongens. Kijk hoe sexy die headset eruit ziet natuurlijk. Ik heb natuurlijk de zwarte gekozen, want ja, ik vind zwart, weet je, het past overal bij, dus ik vind het wel, en het ziet gewoon zieker uit, vind ik. Holy shit, hier zie je natuurlijk ook een Astro stickertje erop. Fucking ziek, ouwe, dit. Ik vind hem echt sick. We doen hem even weer terug in de doos, want vooral als die valt of iets. We gaan nu even dat andere ding openen, en dat is de mix-app. Oh, hier zit ook allemaal shit in, ouwe. Oh, weer een die doos zit wel echt sick in elkaar. Kijk dit, holy shit. Hier, er zit een kaartje in. En er staat stop op. Do not return your gear to the store. Bla bla bla, oh, je moet de site en zo. Nou, gewoon een kaartje, we gaan hem gewoon even wel bewaren. Maar holy shit, jongens. Dit is natuurlijk de Mix Amp.
Daar gaat natuurlijk je headset in, de draadje van je headset. Die gaat weer naar de PlayStation en je PC. Ik weet nog niet via wat en waar. Maar er zullen ook, ik zie ook allemaal kabels erbij zitten. Dus ik zal wel even kijken hoe dit allemaal aangesloten moet worden. En holy shit, ouwe, dit is echt vet. Die doen we ook even terug, want ik wil niet dat alles valt. Holy shit. Kijk, dit is natuurlijk de microfoon van de Astro. En kijk, het ziet er fucking ziek uit, ouwe. Je kan hem helemaal buigen. Het is een soort van... even zien. Kijk, ik kan het wel even laten zien. Mijn oude headset microfoontje kon je ook eraf halen. Dat zeg maar, dit gedeelte zit zeg maar helemaal beschermd om dit dingetje heen, ouwe. Dat ziet er wel echt sick uit. Hey. Holy damn, je kan hem dus helemaal bewegen en gewoon... aan en in klikken bij de headset. Super nice, super nice. Die doen we ook even weer hierin. Ik vind deze doos echt. Dit is eindelijk weer zo'n doos waar je niet al die plakbandjes en fratsels eraf moet knippen. Oké, in het begin. Maar hier zit gewoon alles open in. En het zit echt chill, jongens. Ik zweer. Holy shit. Oké, hier zit allemaal kabels. Dit is een USB-kabel die in de mix-amp moet. Zoals ik zie. Aan de achterkant, denk. Ja, hierin. Oké. Ja, er zitten dus allemaal kabels. Oh, er ging een kabel. Holy shit. En er zitten allemaal kabels en boekjes bij. Dus natuurlijk de gebruikaanwijzing. Ik denk dat YouTube mensen die een Astro al hebben en eenmaal aan hebben gesloten op de PlayStation 4 mij ook kunnen helpen. Dus ik ga even kijken hoe ik alles moet aansluiten. Maar holy shit, ik ben hier fucking blij mee en fucking hyped voor. Dus we gaan hem aansluiten en we gaan gewoon even een potje doen. Potje TDM of zo. Ja, op Infinite Warfare. Dus ja, ik ga alles aansluiten. Dus tot zometeen. Zo mensen, we zitten natuurlijk in het potje en we doen gewoon TDM natuurlijk op de Call of Duty Infinite Warfare op de map. Even zien, Crusher. En dit ding zit zo chill jongen en dit is voor het eerst dat ik een keer opneem met game audio. Dus voor mij is dit eigenlijk ook best wel een verandering. Ik moet er nog best wel aan wennen, want normaal hoor ik me altijd zelf praten. En ik speel trouwens met de Titan. Persoonlijk vind ik de chillste Lime Machine Gun. En ik dacht van weet je, we hebben nooit echt met de Lime Machine Gun gespeeld. Dus ik dacht van weet je... maar we kunnen hem wel een keer pakken, dus dacht. Nou, mooi. Ik heb natuurlijk een suppressor, een reflex, quick draw en grip erop staan. Best wel veel attachments op zich. Oké, ik hoor nu allemaal mensen lopen hier, man. Dat is fucking chill. Holy shit. Oké. Natuurlijk, die mix-amp, daar kan je gewoon helemaal alles veranderen en zo met zo'n draaidingetje. En ik zet hem ietsje zachter. Voilà. Dat is echt chill, ouwe. Dat het gewoon, dat de technologie dat gewoon kan, jongen. Echt, what the fuck. Oké, komt hij terug, denk je? Ik denk dat hij... ja, oh shit, what the fuck. Oké, jumpshot badge. Oh shit, het was dat druk. Ik ga er weer terug. Hi, ik doe mee. Wat? Maar zoals je ziet, jongens. Ik heb trouwens de epic versie van dit wapen. En dit is zo sterk ding, jongen. Echt waar. Ik zweer, what the fuck, ouwe. We hebben onze UV al. Oké, span allemaal hier. Oké, teammate. Oh shit. Holy fuck. Ik zweer het. Kijk, als ik... oh nee, niet mijn kind. Ah, jammer. Als ik gamegeluid heb, speel ik sowieso altijd beter. Het is ook gewoon logisch dat je dan gewoon wat chillen speelt. Weet je wel, je hoort nu mensen. Vooral met de Astro. Heeft zeker goede geluid. Goede geluid, bru. Nee, dit is gewoon echt ziek goed geluid. En daar ben ik blij mee. Nu kan ik eindelijk gewoon een keer chill spelen. Ook tijdens livestreams, weet je wel. Had ik ook geen gamegeluid. En nu gewoon wel. Dat is echt... dat is wel nice. Dat wordt zeker leuk. Bij GTA en zo had je het ook niet echt nodig. Maar bij Call of Duty wel. Oh, thanks teammate. Zit er nog een? Oh, nice. Maar holy shit, ouwe. We gaan gewoon 16 om 2 gek. Holy fuck. Ik speel zo lekker. Maar dit wapen is zo chill. Oh, ik heb ook een stun aan. Oh, shit. Nee, oh, het lekker. Oh, jammer. Die teammate had me nog fucking hard geraakt. Ik bedoel, is best snel. Ah, daar komt hij hier. Twee man. Ah, ik had er één. Nice. Die guy heeft de karma nog wat. Waarom span ik hier? What the fuck? Stunnetje. Spannen hier nog steeds. Sloop hier, teammate. Oh, schiet dan raak, jongen. Teammate, wat doe jij? Nog één. Veel meer hier. Ja, oh shit. Oh, die kills die van mijn teammate daar, jongen. Holy fuck, ouwe. We staan wel lekker voor met ons team. 21-5 gaat lekker, ouwe. Maar ik zweer, jongens. Zet deze Lime Machine Gun aan, want dit ding is echt sterk. Komt hier? Ja. Rewind, hier. Oh, gewoon die dingen volgen. Weet je, zo kan je het wel een beetje volgen. Oké, nice is dood. Oké, ze zitten hier nu. Ah, holy fuck, met z'n vijven, gast. Wat moet ik daar tegen doen? Ik heb veel ammo, dat weet ik. Ik heb een LMG aan, maar dat kan ik niet echt allemaal killen in één keer, man. What the fuck? Wat zijn jullie daar aan doen? What the fuck? Zaten daar de teamback, ouwe. Oh, hoor die voice crack ook, jongen. What the fuck? Teammate, je moet wel schieten, ouwe.
Kijk, zoals je ziet, het ding heeft ook niet echt heel veel recoil. Dat is wel echt nice. Dit ding is gewoon chill, ouwe. Zeker. Oké, zitten denk ik allemaal hier... een beetje goed op mijn geluid aan letten. Oh my god. Ik heb ze allemaal weak geschoten, ouwe. Dood, oké. Komt er daar misschien nog één? Oh my god, wat is dit? Wat zijn deze... Oh my god, ik ging dood door een trimmer. Ik hoorde hem wel afgaan. Voor het eerst dat ik hem een keer hoor afgaan, ouwe. Normaal in een video zou ik sowieso dat er dood zijn gegaan, ouwe. Want dan hoor je dat ding niet afgaan, weet je wel. Maar eigenlijk, je kan er sowieso niet echt veel tegen doen als je er doorheen loopt. Maar dan hoor je het tenminste wel. Maar holy shit, die Astro is chill, ouwe. Dit speelt echt lekker. Rots neer. Ik vind het best raar in dit potje houden. Als ik één keer een hoekje omloop, kom ik gelijk echt fucking veel man tegen. Dat is echt niet normaal. Zeg niet normaal. Wacht, waar is die guy nou in? Waar is die guy? Daar. Teammate, heb je hem? Lekker. Spannen hier. Oh, dat was een beetje scheef. Hier beneden misschien. Oh, ik hoorde één boven mij. Ja. Oh, zo hier. Dat hoor je dan weer, hè. Dat is echt... Ik ben echt blij met dit ding, ouwe. Wat zijn jullie twee weer aan het doen? Jullie staan teabaggen, man. What the fuck? Wat een helden, jongen. Oké, even zien. Rechts. Zijn ze gereden? Nee, ze blijven er wel lekker allemaal in, ouwe. Het zijn ook niet echt de hoogste levels, zie ik nu. Maar holy shit. Ja, dan ga je niet winnen, man. Goed. Ik snap het niet. Waarom blijft hij daar zo kalm en stil daar staan? Oh. Jij mag dood, dank je. Hier, links. 3, 2, 1 en nu. Oh, hij loopt door, hij loopt daarheen. Hij heeft iemand gekillt daar van ons team. Hij gaat rechts. Hier, daar. Links. What the fuck? Hoe lopen deze enemies, ouwe? Oh, ik ga dood. Oh nee, oh shit. Holy fuck, onze score is goed, ouwe. Ik vind het... Kijk, jongens, nu komen er nog betere videos aan van mij qua score dan... Want ik kan nu gewoon meer concentreren en beter spelen in Call of Duty door dit. En dat vind ik echt chill. Daar ben ik echt blij mee. Oh, dit is echt nice. Teammate. Oh my god. Fucking hell. Die teammate zat ook weer te kutten, jongen. Maar nog 4 kills en hebben we al gewonnen. Even zien. Natuurlijk, de Astro is natuurlijk wel echt een van de duurdere headsets. Het kost gewoon 240 à 50 euro. En ja, ik had dat ook niet 1, 2, 3 klaar liggen. Maar ik heb het uiteindelijk wel gefixt. Trouwens, we gingen, dit was de laatste kill alweer. 95-9, 5 KD en nog de final kill. Ik zeg het jongens, zet die Titan een keer aan. Ik heb natuurlijk de Scout, de Epic variant. Maar je kan misschien ook gewoon, de comment is denk ik ook wel waarschijnlijk fucking chill. Maar dit is echt chill. Ik kan nu eindelijk gewoon luisteren naar wat ik speel. Dat is echt super awesome. Dus ja, ik ga deze zeker aan. Het was wel echt een gekut met die kabels. Want ik moest allemaal shit wisselen en zo. Maar uiteindelijk, het is me gelukt. Hey, we kunnen trouwens een supply drop. Zullen we gewoon een common supply drop openen? Let's go, fuck it. Oké, kom op. Iets goeds. Wat gaan we eruit krijgen? Oh, geel? Nee. Oké. Ja, die salve, ik heb serieus die striker nog nooit aan. Oh, ik had hem al dubbel. Lol. Die salve was als enige wat we nieuw hebben. What the fuck. Maar jongens... Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Vergeet niet zeker een duimpje omhoog. Zou ik super tof vinden. Vergeet hem ook niet even te delen en te liken. Of dat zei ik net al. Wat? Abonneer op mijn kanaal en zeg ik tot bij de volgende video, jongens. Later.